sta hier binnen bij Bekkers Schoenen. En Bekkers Schoenen, dat is gewoon een begrip in Oosterhout, want hier in de Kerkstraat zit deze al heel lang. Hoe lang weet ik niet, maar Jan is binnen. En de dochter heeft gevraagd van, zou je willen filmen? Want het bedrijf bestaat namelijk 100 jaar. Al meer dan 100 jaar, want het is al over de 100 jaar heen. Maar de grap was, ik stapte binnen. Het was rustig. En nu in één keer is het hartstikke druk. Dus, en Jan staat alleen. Het is uitverkoop, Jan kan met pensioen. En dan stopt hij ermee. Dus ja, dat is al vrij lang hier in de straat natuurlijk. En ik weet niet hoe of wat, maar ik heb wel gehoord dat ze uiteindelijk zijn begonnen in de Zandheuvel met een klein winkeltje. Dus ik ga zo even aan Jan vragen, maar die is nou even met de klanten bezig. Dus ik ga nog even een rondje doen. Is het hier nog open? Is het uitverkoop? Dus loop gerust even binnen. En 31 juli, begreep ik, valt op een zaterdag. Dat is de laatste dag. Maar ik dacht, ik wil het nog een beetje in bedrijf zien. Dus, Jan is druk bezig op de achtergrond. Allemaal mensen. Mensen lopen binnen. Het is ook echt wel gezellig druk weer in de stad. Omdat het de leerhuis voor is. En ik ben ook blij dat je gewoon zonder een kapje. Dat is wel heel fijn, moet ik zeggen. Mijn oog valt en ik heb een prachtige fiets. Maar helaas niet elektrisch, dus ik heb het zo leks. Dan heb je wel die elementen die daar in die sensor ook zitten. Nou Jan, de laatste dagen. Zo is dat. Heus. Ja, Heus. Ja. Joost. 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 Maar wel rovers. Ja, dus ja dat is het. Ja, Joost. Maar de laatste 2 weken. Ja. Ja, dat en meer dan 100 jaar bestaat het bedrijf, hè? Ja, mijn opa is in juni 1921 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus, ook hier? Maar in Oosterhout. Maar op de Zandheuvel. Op de Zandheuvel. Ja. Tegenover het Speelgoedmuseum. En weet je welk nummer? Waar Kolhuiben woont. Oh! Heeft ja, je heeft gewoond. Het huis van Kolhuiben. Dat is mijn ouderlijk huis. Ja. Want Kolhuiben is mijn oom Kor. Echt? Ja. Oh, dit zit in de familie. Dat wist ik niet. Ja, Kolhuiben. Ja, klopt.
Dus de fotograaf van Oosterhout? Ja, de foto, ja, die heeft overal foto's van gemaakt. Ja, die man. Dus die, daar zo. Dus dan laat ik zo meteen nog even zien aan de kijkers waar dat ze hier zijn begonnen. En nu natuurlijk in de Kerkstraat, want hoe lang zit je hier? Vanaf 1957 is mijn vader hier toe gegaan. 57. Ja, ik weet niet anders dan jullie hier zitten. Dus mijn opa was een Huiben. Ja. En de familie van Bertus Huiben, van de furniturenhandel, ook op de Zandheuvel. Ja. Daar is het familie van. En mijn huis is onlangs verkocht. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, en één gerenoveerd, ja. Oké, okay, en mijn vader heeft het overgenomen en toen sinds die tijd deed het bekken. Dus dat, ja. En toen aan je pensioen? Voelt het goed? Nou, ik ben jammer dat ik niemand anders heb gevonden die daar met zo'n enthousiasme kon doorgeven. Want het is soms een mooi beroep eigenlijk. Technisch en het is gewoon een heel mooi beroep. Ik had ook iemand uit de orthopedie willen hebben, of iets dergelijks, of uit de schoenenwereld. Maar ik ben 10 jaar aan het zoeken geweest. Ja, maar niemand gevonden. Nee. Inkoopvereniging, de schoenenbeurs, via vertegenwoordigers en meerdere momenten. Het is moeilijk. De tijd is onrustig. Ja, momenteel om in te stappen is de tijd onrustig. Ja. Dus dan krijgen we plan B, helaas. Dit moet besluiten en dan wordt het verhuurd aan de volgende. Is het al verhuurd? Nee, nog niet. We zijn bezig. Ja. Dus er zijn allerlei activiteiten in het centrum. Je weet het, van Arenshof 2, het gemeentehuis gaat komen. En daarmee krijg je heel veel verandering in de komende 4 jaar, denk ik. En dan is dit erin gaan. Dat dus. Nou, ik zou zeggen, Jan, fijn pensioen. Ja. Geniet er nog even van de laatste weken, want de 31ste is de laatste dag. Hè? Klopt. Ja. Klopt. Zaterdag 31ste, de laatste dag. We hebben nog wat hele leuke schoenen, maar op een gegeven moment is het op. Ja, streng. Het gaat heel goed. Het wordt overzichtelijk, heet dat. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Nou ja, ik zou zeggen veel succes. Ja, dankjewel. En geniet ervan, maar we komen elkaar vast wel tegen in het Oosterhout. Ja, ik weet zeker. Ja. Leuk dat je langs gekomen bent. Tuurlijk. Ik sta inmiddels op de Zandheuvel bij het pand waar dus Bekkers Schoenen is gestart. Uiteindelijk is het Bekkers Schoenen geworden. Het heeft wel een andere naam gehad. Maar dat is dus hier met waarschijnlijk daar de verkoop. Een winkeltje. Maar het bestaat ook 100 jaar. Of meer dan 100 jaar al. Dus ja, het zou best kunnen dat die mensen gewoon... Ja, de mensen van nu weten, weet je... ik heb ook wel nagevraagd. Ja, nee, het zegt me niks. Wel in de Kerkstraat, maar niet hier op de Zandheuvel. Ja. Dat is toch bizar. 100 jaar. Alleen hij heeft gewoon geen goede opvolger gekregen. En zoals je in het filmpje hoorde, de verkoopster was nogal enthousiast. Dus ons gesprek valt een beetje weg. Ja, er is niks aan te doen. Dan moet er maar dicht bij de televisie gaan zitten. Dus dat was het op de Zandheuvel. Dus ook weer een iconisch bedrijf hier uit de Kerkstraat. Net als Appie Gielsen. Ik zei al, je had daar ook een of andere burgerbar vroeger. En peddels en dingen. Ja, allerlei bedrijven zijn er voorbij gekomen. Dus uiteindelijk is het gewoon bijzonder dat hij er nog steeds zit. Meer dan 100 jaar van zijn opa overgenomen. Van zijn vader en daarna weer naar Jan zelf. Dus Jan, geniet van je pensioen. En we komen elkaar vast nog wel tegen. En nog een fijne werkweek, 2 weken.